Hallo iedereen, welkom terug op mijn YouTube-kanaal. Ik ben Silke van Silkevlogs en in deze video ga ik even alles laten zien dat ik heb gekocht de afgelopen week en toch aandoen. Dus het is een shoptocht en try-on. Ja, de zon doet een beetje raar vandaag, dus als het licht ineens lichter wordt, dan is het gewoon omdat de zon van achter de wolken verschijnt, zoals dat nu aan het gebeuren is. Dus ik heb even mijn bril opgezet zodat ik beter kan zien of dat ik zichtbaar ben op mijn schermpje of niet. Ik heb van 4 webshops online besteld. Wat zijn ze weer? ASOS, Motel Rocks, Organic Basics en bij Kiehl's heb ik besteld. En vandaag wil ik jullie graag laten zien wat ik heb besteld en hoe het eruit ziet. Dit is niet iets dat ik zelf gekocht, maar dat ik heb gekregen. Maar ik kwam vandaag binnen en ik ga dat ineens mee opnemen in de video. En dat is dit pakketje van Kiehl's. Inhoud is echt heel nice, vind ik. Ik zal even laten zien wat erin zit. 2 producten van de Blue Herbal lijn. De Blemish Cleanser Treatment en de Spot Treatment. Dat zijn 2 producten die echt specifiek zijn voor mensen die last hebben van onzuiverheden. Er zit salicylzuur in, dat is echt wel een heel goed ingrediënt. Maar dus die ga ik uittesten en dan lees je daar zeker een review over. En er zitten nog 2 productjes in. En dat is de Kiehl's Lip Balm No. 1 met peer. Ik ga dit uittesten. Een lippenbalsem. Ik gebruik dat eigenlijk niet super vaak. Ah ja, peer. Smaakt naar niks, naar vaseline eigenlijk. Maar ruikt naar peer, ruikt wel lekker. En ja, dit vind ik het coolste van in het pakje. En dat is de Nightly Refining Micro Peel Concentrate. Ik ken niet zo goed Engels. Een soort van, dat is een, ja, wat is dat? Een olie? Ja, een concentraat. Dat exfoliërend is. En ik hou van dingen die exfoliërend zijn, want daar wordt je huid zo stralend van en zo mooi van. En dus deze ga ik zeker gebruiken. Die ga je binnenkort zeker op mijn blog zien. Ik zal even de prijzen zeggen. Dus dit concentraat is vrij duur. Deze kost €54. De lippenbalsem kost €9,50. De cleanser van Blue Herbal kost €20,50, maar dit is ook een kleiner formaat verkrijgbaar. Dat weet ik niet hoeveel dat die kost. En de spot treatment is €20. Next, ik had een mailtje gekregen van Motel Rocks. Dat is een website, ik kende die zelf nog niet, maar dat is met zo ja, vintage-inspired kleren. En ze vroegen of ik een item wou hebben om er foto's van te maken en zo. Ik zei ja. En ik heb dit kleedje gekozen. Het is gewoon zo een slipdress met dunne bandjes. Gewoon een recht model. En met een bloemenprintje dat een beetje, ja, toch een beetje vintage-achtig is. En hier van voor zitten er zo knopjes. En dat wil ik eigenlijk al lang, want dat is heel erg in de mode. En oké, ja, de zomer is wel voorbij, dus pak dat het nog wel een keertje goed weer moet worden om dit te kunnen aandoen. Ik ga het even passen, want het ziet er eigenlijk nog wel kort uit. Dus ik ben echt heel benieuwd. En dit jurkje kostte €42. Oké, ik was niet helemaal in het scherm, maar dit is dus de jurk van Motel Rocks. Ik vind hem echt heel mooi. Hij is wel vrij kort. Toen ik hem eerst aandeed, waren die bandjes kei lang en viel dat echt tot ja, over mijn borsten. Dat is niet de look waar ik voor ga, dus ik heb van achter knoopjes gemaakt om de bandjes wat korter te maken. Maar daardoor is het jurkje wel iets korter. Maar ik vind het niet te kort en ik vind het er super leuk uitzien. Ik heb een bestelling gedaan bij ASOS. Vind ik echt een super leuke website. Ik heb daar zelf zo'n premium account of zo. Zodat je alle bestellingen de dag erna wordt geleverd. En daar heb ik eigenlijk 2 sets besteld. Ik vind sets eigenlijk super leuk, want het leuke eraan vind ik, ten eerste, als je niet moet nadenken over wat je moet combineren, dan kunnen ze gewoon samen aandoen. Het ziet er altijd leuk uit, vind ik. Maar je hebt eigenlijk 3 dingen voor de prijs van 1. Want je kunt ook enkel het bovenstuk aandoen met een ander onderstuk. Of enkel het onderstuk met een ander bovenstuk. Dus eigenlijk kun je gewoon 3 verschillende outfits creëren met 1 set. I'm smart. De eerste set is een crop top die veelal heel kort lijkt. Volgens mij gaat dat dus bijna niet over mijn borsten passen. Als ik crop tops bestel, denk ik altijd dat die vrij lang gaan zijn. Maar uiteindelijk zijn die altijd super kort. Echt, wat is dat? Heb je geen lang bovenlichaam of zo? Dit is zo echt een crop top. Anyway, met dan een lange wijde broek. Die ik niet helemaal kan laten zien omdat ze zo lang is. Ik moet wel zeggen, deze heb ik niet samengesteld. Dat waren 2 aparte items. En ik voel ook aan de stop dat het wel niet echt als set bedoeld is. Maar ze zijn alle 2 zwart. Alle 2 bijna even zwart. Dus voor mij is dat wel een set.
Zijn we alle twee van hetzelfde merk? Dat is van Pretty Little Thing. De top kost 6,99 euro en de broek 20,99 euro. Oké, ik vind deze echt super cool. De top is echt mega kort. Echt, ik dacht echt van mezelf eerst, zulke waar is je gedaan? Dat is veel te kort. Maar die broek kan gelukkig super hoog opgetrokken worden. Dus je ziet maar een klein stukje van mijn buik. En ja, dat is wel oké, denk ik. Stof is gewoon super zacht. Broek is ook heel zacht, heel aangenaam. Dus ja, het is wel mooi. Dus het ding is, ik heb onlangs een kleuranalyse laten doen. Waaruit bleek dat ik een zomertype ben. En dus coole kleuren moet dragen. Coole, gedempte kleuren moet dragen. Dit is dus echt iets wat een zomertype niet mag dragen. Is wat ik vandaag heb besteld. Ja, wat kan ik zeggen. En dat is dus deze heerlijk oranje gekleurde set van een broek. Super mooie broek. Zo mooi getailored. En een blazer. Deze blazer is ook super mooi. Met dubbele knopen van voor. En die kleur, dat is dus echt iets waar ik blij van word. Ik hou van warm, van oranje. En deze is zo een beetje, ja, welke kleur is dit? Hoe zou je deze kleur omschrijven? Ze zijn alle twee van ASOS, ASOS. Hoe zeg je dat eigenlijk? Ik zeg altijd ASOS. ASOS of ASOS Design. En de broek kost 44,59 euro. En de blazer 66,55 euro. Niet super duur, niet super goedkoop. Ik vind dat de kwaliteit wel echt heel goed is, want ja, ik hou van alle kleding die gevoerd is. Als het gevoerd is, dan heeft hij altijd een streepje voor bij mij. Dus de blazer is uiteraard gevoerd. Voelt echt super goed aan, echt goed van kwaliteit. Maar ik ben echt zot van deze pak. Die broek is zo mooi. De onderkanten, kun je dat echt goed zien. Maar die staan zo'n beetje wijder en die gaan vrij naar beneden. En oh my god, dan denk ik verliefd. Ik was echt aan het denken toen ik het kreeg, ik weet niet of ik het ga bijhouden, maar oh, I love it. Ja, de blazer is ook echt super mooi. Ik heb nog niet was gedaan. Ik weet niet, ik vind het echt super raar eigenlijk. Ik vind het echt kei mooi en ook gewoon qua vorm en zo. Ik heb nu even dat topje aan, maar juist qua vorm, qua smid en de kwaliteit ook gewoon echt super goed. Ja, echt top. En ik hou ook van deze vouw. Schoon. En het laatste pakketje dat ik vandaag heb aangekregen is van Organic Basics. Superleuke webshop met zo, ja, Organic Basics. Het zijn echt wel items die dat je veel kunt aandoen en die dat je lang kunt aandoen. Dus heel fijn, omdat dat zijn basic, dat is tijdloos, dat gaat niet uit de mode zijn. En dat is ook duurzaam, dus je kunt ze ook gewoon lang blijven dragen. En dat is natuurlijk veel beter voor het milieu en eigenlijk gewoon ook voor je portefeuille. Dus uiteindelijk gaat het heel beter uitkomen. Het eerste dat je ervan heb is deze zak, Organic Basics. Dan staat hier op 0% plastic en 100% reusable. Een zakje kost 7 euro. Deze drie zakjes die komen eigenlijk uit een pack. Het is allemaal zo in leuke roze zakjes gepakt. Dus het eerste is gewoon een heel basic wit t-shirt. Ik weet niet waarom, maar ik vind echt dat een wit t-shirt er vaak super mooi uitziet. Dat is echt zoiets basic, maar dat kan er zo stijlvol uitzien. En het is vrij stretchy eigenlijk. Ik had verwacht dat die niet stretchy zou zijn, want ik heb zo bij Katoen heel het idee van dat dat zo heel stroef is. En dan twee dat in de set zit. Het zijn gewoon twee broekjes. Ik hoop dat ik ze inderdaad lang ga kunnen aandoen, maar ik denk van wel. En als allerlaatste gewoon zo een, ja, hoe zeg je dat, bralet, BH-achtig, maar dan zonder vulling of iets. Ook van Katoen en ook vrij stretchy. Voelt heel comfortabel aan. Ik kan niet wachten om deze aan te hebben. Ook zo voor ergens onder aan te doen, onder een topje dat wat doorzichtiger is of zo, vind ik deze wel echt heel schoon uitzien, heel stijlvol. Het ondergoed ga ik niet laten zien, om hopelijk begrijpbare redenen. Maar dus deze t-shirt is wel echt super leuk. Zit gewoon goed, voelt heel zacht. Ook van boven vind ik hem heel cool. Ik dacht dat hij wat dieper ging zijn, maar ik vind goed dat hij vrij hoog is. En ja, ik weet niet. Daar heb ik niks op aan te merken. Voelt gewoon echt lekker zacht. Ik ben heel benieuwd wat jullie van alle items vonden. Wat is jullie favoriet? Wat vonden jullie mooi? Zijn er dingen waarvan je denkt, zulke, dat moet je nu terugsturen? Ook mijn vraag is, vinden jullie dat ik goed sta met dat oranje? Of vinden jullie toch echt dat ik bij coole kleuren moet blijven? Vinden jullie echt dat ik een zomertype ben? Of eerder een lentetype? Wat voor type zijn jullie? Als je het een leuke video vond, mag je altijd een duimpje omhoog doen. Dat zou ik heel leuk vinden. En als je nog niet geabonneerd was, dan kan je het doen door de bal hier te klikken.
En ja, bij deze heel erg bedankt om te kijken en tot de volgende keer. Bye!